Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Afgelopen nacht regende het in het hele land en ook vanochtend was het nog langdurig nat. Maar in de loop van de ochtend werd het vanuit het zuidwesten droog en ging op steeds meer plaatsen de zon doorbreken. In Zeeland werd het zelfs zo in de loop vanochtend zonnig. De regen trekt uiteindelijk aan het einde van de ochtend via Groningen weg en dan hebben we vanmiddag overal zonnige perioden en dan valt er nog slechts een enkele bui. kan wel een stevige bui zijn, misschien zelfs met een klap onweer. Het wordt 11 tot 13 graden. De zuidwestenwind waait met windkracht 4 tot 6. Vanavond zijn er brede opklaringen, valt hooguit een lokaal buitje en rond een uur of 8 is het dan een graad of 10. In de nacht gaat de bewolking weer toenemen. Aan het einde van de nacht begint het te regenen. en Dan krijgen we morgen een onstuimige tweede paasdag. Veel wind in de kustregio Windkracht 8, in het noordwestelijk kustgebied zelfs kans op een zuidwestenstorm in de middag. Verder zware windstoten van 90 tot 100, misschien 110 km per uur. Verkeer kan daar behoorlijk last van hebben. Dinsdag, woensdag en donderdag is het veel rustiger. De wind is dan windkracht 2 tot 4. Er vallen buien, de zon schijnt geregeld en het wordt 10 tot 13 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.